Tinus Kolen schrijft goed weer voor in late Kikvors. Tinus, waarom ben je begonnen met deze verhaal te schrijven? Ik denk 25 jaar geleden heb ik dat een periode gedaan. Een paar jaar, denk ik. En ik heb die dingen, opgeschreven en bewaard. Ook nog zelfs een keer uitgetypt. En die heb ik bewaard in een oude lessenaar. En enkele jaren geleden was ik hier de zaak aan het opruimen. En toen zijn ze via terechtgekomen bij Hanna Kuppen. En Hanna Kuppen is een schrijfster, die woont in Amersfoort. Dat is een nicht van een vriendin van mij uit Deurne. En die lassen en die zei, die moeten geen uitgang geven, die dingen. Dat zijn zo'n leuke verhaaltjes. Zo'n leuke rijmelarijtjes noem ik ze, geen verhaaltjes. De rijmelarijtjes. Ja, het gaat om rijmelarijtjes, daar zijn het. En zodoende is het uiteindelijk van het een en het ander gekomen. En wat inspireert jou voor deze... Nou ja, ik ben een taalmens. Ik heb niks met de B-kant, ik heb alles met de A-kant. Ik ben een taalmens. Ik let ook heel vaak op uitspraken van mensen. Ik let ook op schrijffouten in boeken. Dus ik ben echt een taalmens. En ik maak graag taalgrappen. En dit zijn eigenlijk taalgrappen. Dit zijn woorden die uit elkaar gehaald kunnen worden, waardoor ze een andere betekenis gaan krijgen. Ja, ze zijn allemaal met vijf regels. Allemaal vijf regels. Het zijn geen limerikken. Nee. Het is iets anders dan limerik. Ja. Want Wim Daniels, die zei, het is een nieuwe vorm van dichten. Dat klopt. En hij zei ook... Dit zijn onze Tinuskes. Ja, hij zei, die moet ik Tinuskes noemen. Ja, leuk. Nou ja, ik weet niet of het ooit zover komt. Anders het al heel Nederland weet wat een Tineske is. Maar daar gaat het mij niet om. Nee, maar nu weet ik. Ik zei in eerste instantie ook dat ik dat helemaal niet wou uitgeven. Ik dacht, ik zit er helemaal niet op te wachten. Maar toen dacht ik, misschien kan ik er wel iets van maken. Dus ik ben uiteindelijk, heb ik het toch gedaan. En toen dacht ik van, als ik dat geld wat het oplevert, dan kan ik wel. Dus toen dacht ik aan de toon. Toen dacht ik, wat het oplevert kan naar... Het moet wel gerelateerd zijn aan onderwijs. Wat het oplevert, met iets met taal te maken hebben. En dus Tony is bezig met een project in Guatemala... voor Indiaanse kinderen die naar school gaan voor het eerst en zo. Ik heb er ongeveer 250 verkocht. En de opbrengst is dus al... Die is al naar daar toe gegaan. Hey, Tien, de derde druk is in wording, hè? Ja. Dat komt. Ja. Ga je door? Dat weet ik niet. Het is geen opdracht, hè? Dit is allemaal waar het allemaal in stond en in staat. En nou heb ik hier eentje tussen liggen en daar heb ik opgezet nieuw. Oké. Dus ik heb er alweer... Want ik dacht op een gegeven moment, de woorden zijn op. Dat is natuurlijk helemaal niet. Nee. Ik denk, mijn inspiratie was even weg. En toen dacht ik, maar er zijn zoveel woorden. Dus toen ben ik... En nou let ik weer meer op woorden. Kijk, en nou heb ik er hier alweer een heel serie in staan. Een heel serie, een stuk of 10. Hey, Tinus, even wat anders. Ja. Jij komt uit een gezin van 14 kinderen. Ja. Je had 11 jongens. Ja. Een voetbalteam. Ja. Hadden jullie thuis ook iets met taal? Mijn vader kon prachtig vertellen. Ah, dat wel. En zijn moeder was ook een zeer gevat mens. Mijn vader was een echte verhalenverteller. Ja, ja. Dat gebeurt niet meer. Verhalen. Het was elke keer anders. Meestal de getuigen waren allemaal overleden. Maar die kon heel mooi vertellen. Dan wil ik heel even weten, waarom noem je dit Kikvors? Kikvors is de naam, de Brabantse naam voor een kikker. Ja, dat En Ans, dat is de titel. Ik heb heel lang in Eindhoven gewoond. En bij mij in de straat woonde een man die werkte in de groenvoorziening. Giel Jacobs. Hij woonde een paar huizen verder dan ik, dus ik ging vaak met mijn hond. Ik kwam hem heel vaak tegen en ja, dat doen mensen die buiten werken, die hebben het vaak over het weer. En als het dan een mooi weer was, en zeker in het najaar, dan eindigde hij altijd met de opmerking, het is goede weer van een late Kikvors. Hij bedoelde daar waarschijnlijk mee, als het in het najaar nog goede weer is, dan kikker zijn winterslaap uitstelt. Kikvors is net zoiets als een appelsien. He? Ja, net zoals je zien. Tinus, waar kunnen mensen dit boekje kopen? Want het is voor een goed doel. Er blijft 7 euro over. Want het boekje kost 18 euro voor te drukken. En het wordt voor 25 euro verkocht. Er blijft 7 euro over die dus naar dat project gaan. Ze kunnen het boekje bij mij afhalen. Vanaf vrijdag dus, als die derde druk of is. Of bij, het komt bij Van Santre te liggen. En waarschijnlijk komt het ook, moet ik nog in werking zetten, bij de Bruna Niekernkwartier. Ja, er zit er trouwens de Bruna op Parkstraat. Maar Tinus gaat door en we kijken uit naar jouw volgende project. Tinus, zou je één gedicht willen voorlezen? Er staan er 50 in, maar één van mijn favorieten is het gedichtje of het rijmelarijtje over Mozes. En dat staat hier... Mozes heeft zijn 10 geboden is te koop aangeboden. Het was vanwege zijn hoge schulden. Hij vroeg ze 12 gulden. Uiteindelijk werd er 10 geboden.